Onze vrienden zijn nog steeds de Verenigde Staten en dat is denk ik toch wel belangrijk om ons dat te realiseren. Dat dreigt een beetje uit het debat te verdwijnen. En we hebben tegenstanders. Landen die zich op dit moment eigenlijk tegen een Europese invloedssfeer keren. Die van mening zijn dat onze Europese waarden niet de hunne zijn. En dat vergt weer een hele andere aanpak. Dat is bijvoorbeeld Rusland. De dreiging van Rusland en de nieuwe leider in de Verenigde Staten. Het buitenland speelt een rol in onze verkiezingscampagne. We praten hierover met vier partijen. Is dit wel een verkiezingsthema, de dreiging uit het buitenland? Ik denk dat heel veel mensen zich realiseren dat we in een gevaarlijke wereld leven. En dat de taak van een regering, en dus ook van de politiek, is om daarbinnen veiligheid te bieden. En de vraag is, hoe gaan Nederlandse politici om met hun nieuwe collega in de VS? Wat is de stijl van Trump? Die van een botte boer. Hier zie je dat het een arrogante man is die eigenlijk altijd met zijn miljarden gedaan heeft, kon doen wat hij wilde. En dat niemand hem in de weg stond. Hij hoefde nauwelijks belasting te betalen en hij dacht dat kan maar overal. En hij denkt dat hij dat als president ook kan. Als lijsttrekker kunnen politici nu nog harde kritiek uiten. Maar hoe is de praktijk straks? De Britse premier May schudde Trump al hartelijk de hand en kreeg zo toezeggingen van Trump over veiligheid en handel. Haar oppositieleider Corbyn sprak er schande van, volgens May volkomen onterecht. He can lead a protest. I'm leading a country. Je moet met hem dealen. Dat was mijn eerste reactie ook. Let's deal with it. De Amerikanen kiezen hun eigen president, wat wij daar ook van vinden. De Amerikanen en de Amerikaanse instituties bepalen ook hoe lang hij daar zit, wat wij daar ook van vinden. Wat dacht je dat je bereikt met het bouwen van muren of het uitsluiten van mensen uit 7 tamelijk willekeurige landen? Maar hij is wel iemand die nadrukkelijk zegt, ik vertegenwoordig het volk en ik doe wat het Amerikaanse volk houd mij toch eens op met dat volk. Wil. Dat vond ik in Duitsland ook weer de laatste jaren. Wir sind das Volk. Ich bin auch das Volk. We zijn allemaal minderheden in een vorm. De Amerikanen stelden deze week bij de NAVO in Brussel nog een keihard ultimatum. Europa moet miljarden meer uitgeven aan defensie. Nederlandse partijen zijn daar gevoelig voor. Ik ben er heel blij mee. Elke opwaartse druk op de defensiebegroting, of die nou komt van rechtse partijen die defensie een warm hart toedragen, of linkse partijen die, omdat ze zo tegen Trump zijn, nu ineens weer voor de NAVO zijn, ik hoor de kassa graag rinkelen. Omdat veel NAVO-landen te weinig aan defensie uitgeven, noemt Trump de NAVO achterhaald. En ik zei een lange tijd geleden dat NATO had problemen. Nummer 1 was obsolet. De SP is niet onder de indruk en wil juist een miljard bezuinigen op defensie. Hij kan dingen roepen wat hij wil. Trump is vooral degene die vooral roept. Wij moeten ons voorbereiden op waar we echt ons moeten voorbereiden. En niet achter de lobby van de Amerikaanse wapenindustrie gaan staan. Dus u vindt niet dat Nederland extra miljarden moet steken in de defensieindustrie? Nee, tegen cybercrime en tegen iemand die zich op de Dam in Amsterdam wil opblazen, helpt geen tank aan de Duitse grens. Andere partijen doen het wel, hè? Ja, die lopen dus daar wel achteraan. Dit zijn 2 Nederlandse en 2 Belgische gevechtsvliegtuigen. Het verschil zie je niet meer. Nu al oefenen ook Nederlandse en Duitse tanks gezamenlijk in Polen. Met Trump in het Witte Huis en Russische agressie aan de oostgrens vindt D66 het hoog tijd voor nog intensievere samenwerking, een EU-leger. Europees leger is een term waar mensen gelijk van schrikken en denken dan loopt er een Poolse generaal door Den Haag. Dat is nu al het geval. Alle missies in het buitenland zijn uit diverse landen samengesteld. Er moet een Europese krijgsmacht komen in die zin dat je de samenwerking, de specialismes beter op elkaar moet afstemmen. Geen Europees leger zoals je dat bij D66, GroenLinks en andere dromers hoort. Wat is er tegen een Europees leger? Wat is uw principiële punt? Dat ik nooit de beslissingsmacht over het uitzenden van Nederlandse militairen of ook het inzetten van Nederlandse militairen aan andere hoofdsteden wil overlaten dan aan onze eigen hoofdstad, in dit geval Den Haag. Onzin. Artikel 5 van de NAVO zegt dat als een van de landen wordt aangevallen die in de NAVO zit, dat alle anderen zullen steunen. Dus die soevereiniteit is al uit handen gegeven? Laten de rechtse politici dat gewoon eens een keer eerlijk zeggen. Trump is ook een groot voorstander van de Brexit. Ik dacht dat de UK was zo smart in getting out. President Russische Federatie Vladimir Vladimirovich Poetin.
Voor de Russische president Poetin is het een geschenk dat Trump het toejuicht als landen de EU verlaten. Een verzwakte Europese Unie, is dat ook echt het doel van de VS? Wat je kunt zien is dat er pogingen worden gedaan om te destabiliseren. Wat je kunt zien is dat er men er belang aan hecht om juist Europese samenwerking verdacht te maken. Trump vindt het ook prachtig dat de Britten eruit gaan. Terwijl het vanuit het Nederlandse belang zo evident is. Als je kijkt naar onze veiligheid, naar onze economie, maar ook naar het aanpakken van grote vraagstukken zoals hoe ga je om met vluchtelingen, hoe ga je om met milieu, dat we dat samen moeten doen met andere landen. Trump is ook al aan het inventariseren geweest wie daarna de Britten de EU zullen verlaten. Denkt u een regering Trump erop te wachten dat de EU uit elkaar valt? Als dat zijn plan is, dan laten we dat toch niet gebeuren. Wat zou zijn belang kunnen zijn? Een verdeeld Europa betekent, kijk, zogenaamd sterke leiders, Poetin, maar ook Trump, maken zichzelf niet beter, maar duwen de anderen omlaag. Dan maak je ook verschil. Donald Trump is dan wel de president van een land ver weg aan de andere kant van de oceaan, maar zijn beleid en manier van politiek bedrijven is wel degelijk onderdeel van de verkiezingscampagne hier. President Donald Trump, wat een verademing. Wat een verademing vergeleken bij die linkse dictatuur van bange, laffe wegkijkers die we in de rest van Europa hebben en ook hier in de hele Kamer. Er zijn politici in Nederland, Geert Wilders, die vinden het allemaal top wat Trump doet. Die zeggen, wij willen dezelfde chaos hier importeren. We willen ook een inreisverbod dat discriminerend is op basis van het land waar mensen vandaan komen. Eindelijk heeft Amerika een president, eindelijk heeft een land een president in het Westen die niet alleen zijn beloftes nakomt, maar die zegt de veiligheid van mijn burgers gaat mij boven alles. Als ik zie dat Geert Wilders elke keer staat te juichen als Donald Trump weer iets roept, dan weten de mensen ook gelijk wat ze eraan hebben als je op zo iemand gaat stemmen. Want dan ben je je zorgverzekering kwijt en dan ben je de banken vrijspel. Maar ik denk dat hij er het meeste pleit. Gaat u Trump nog ooit de hand schudden? Ik hoop het. En misschien wel als premier.